afgelopen jaren echt een fantastisch seizoen gehad. Echt de ploeg op de kaart gezet. Nou ja, dat neemt niet weg dat er nog steeds heel veel werk te verzetten is. En we zijn de afgelopen 6-7 weken zijn wel heel druk geweest. Ja. Misschien ook wel een beetje te druk. Maar uiteindelijk is het ons wel gelukt om nu een mooie ploeg neer te zetten. Dus daar zijn we ook wel weer heel trots op. Er is natuurlijk altijd een wisseling van de wacht. En Utah is weggegaan. Dat vinden we best wel jammer, want we hebben natuurlijk een fantastisch seizoen gehad vorig jaar. Het is ook gewoon een leuke meid om in je ploeg te hebben. Ja, we hebben gewoon prettig samengewerkt. Ja. Dus die is vertrokken. Daar hebben we weer een nieuw groot talent voor teruggekregen. Femke Beuling, natuurlijk wereldkampioen 500 meter bij de junioren. Dus we zijn heel blij dat we die hebben kunnen vastleggen voor komend seizoen. Ja. En we zijn bezig met het oprichten van een allroundtak. Ja, en dat is als je naar de afgelopen 6-7 weken kijkt, dan lopen er eigenlijk allemaal dingen door elkaar waardoor je zo druk bent. Ja, dus je bent met al die sporters aan het praten en aan het kijken van wie haal je erbij, wie willen erbij, wat matcht goed met de huidige groep. Wat we zeiden over Utah, kijk, weet je, het is natuurlijk jammer dat ze weggaat. Ja, dus omdat je echt met iemand iets hebt opgebouwd en het matcht goed en dat gaat mooi. Maar op het moment dat de realiteit is, dan ga je ook weer verder kijken. En we zijn wel heel trots op de ploeg zoals die nu staat. We denken wel dat we de lijn gewoon weer kunnen doortrekken. Ja, een allround tak, dat is een ambitie die we eigenlijk vanaf het eerste seizoen al hadden. Nou, daar zijn we ook ingestapt in het allrounden. En we denken dat we zo stap voor stap aan een mooie ploeg aan het bouwen zijn. Wat ook erg mooi is om te zien is dat Jorien gewoon weer terug is op... Of die kan in ieder geval weer trainen. Ze is nog niet helemaal terug op niveau, maar ze is in ieder geval weer volledig belastbaar. En die lag er natuurlijk vanaf november afgelopen jaar uit. En die is nu weer gewoon met het team dag in dag uit aan de slag. En die is gebrand tot op het bot om na zo'n winter thuis zitten komende winter gas te gaan geven. Ja, dat merk je iedere training weer. Nee, we willen dit jaar proberen mee te nemen in wat we nou precies aan het doen zijn. Dus door er zelf wat meer over te vertellen, maar ook meer te laten zien achter de schermen wat er nou gebeurt met Team ICO. En daar is dit eigenlijk ook een beetje een eerste aanzet toe. Ja.